Waardek vol, dames en heren. Maar het lijkt hier toch wel op een hegemonie te gaan worden voor de man die ik als laatste zal noemen. Even kijken, hij heeft 3x5 gescoord. Marcel Moes, Rapid Wheels. Hij heeft 4-4-2 gescoord voor de Missing Crossers. Michiel Mark. Voor Nuland hebben we hier Mark Bouwmans met 3x3. Met 2-2 en een 4 voor de Heidenclub. Jopie Jochem Visser. En de heer die alleen nog maar eentjes gescoord is volgens mij ook houder van het Nederlands kampioenschap geweest uit het afgelopen seizoen. Voor Nuland, dames en heren, monsieur Tom van Dinter. Heren, succes. Ja, wedstrijd, daar was monsieur Tom van Dinter, de man uit de Frikel van Nulanden. Gaat weer inderdaad heel hard voor een start in de horizontale toeplakken. Is bijna niet te kloppen hier. Dat is een clubgenoot die dan ook bij is, monsieur Marco Bouwmans. Bouwmans, oh, die gaat zich verschrikken. Dan komt hij aan vanuit de achterkant. Friesland boven, toch naar plaats nummer 2. Het is Jopie, Jochem Visser op plaats nummer 2. Deuxième position. Monsieur et madame, à première position. Zijn de piloten in Nulanden. Oftewel, het is onze vriend uit Nulanden. Tom van Dinter. Gaat hij zijn 4-1 scoren, oftewel 1111 en de winnaar en provinciaal kampioen 2014 heet Tom van Dinter.